In de jeugd van Utrecht speelde ik ooit tegen de toen nog onbekende Romelu Lukaku. En terwijl ik mij vastklampte aan zijn linkerbeen, een teamgenoot aan zijn rechterbeen hing en weer een ander op zijn rug sprong, dribbelde Lukaku ongestoord verder. Als dit het fysieke niveau is van het profvoetbal, dacht ik, dan is er nog een lange weg te gaan. Gelukkig, Lukaku bleek een uitzondering, een fysieke freak. Vandaag schijnen we ons licht op de krachtpatsers en de hazenwindhonden van het voetbal met hun jaloersmakende lichamelijke overmacht. Hey, dat doen we even in een andere setting. Want wij, ik zit hier met Thomas in de studio. Ja. En Maarten, over fysieke freaks gesproken. Daar zit hij op scherm mee te kijken. Waar hang jij uit, man? Ik zit momenteel in Antigua. Kijk, dat is een stadje iets ten westen van Guatemala City. Ik ben nu 2,5 weken in Mexico geweest. Ze hebben naar Guatemala gevlogen. Direct met een shuttle weggegaan, omdat dat Guatemala City nogal bekend staat om het ganggeweld. Maar dit is hier echt fantastisch, man. Het ligt een beetje in de bergen, ingesloten tussen vier vulkanen. Dus ik zit goed. Hoe ziet hij eruit, To? Goed. Beetje, hij is wat bruiner dan normaal. Ik zie er ook een paar kilootjes bij. Ja, ik heb wel een beetje een volle kop gekregen. Ik heb pannen gekregen. We hadden een paar mensen ontmoet op het strand in Mexico. En Lisa wilde per se een groepsfoto. Dus dat was de eerste keer dat ik mezelf weer zonder shirt zag. Ja. En dat je niet echt zelf de goede hoek kan maken zoals voor de spiegel. Ja. Was wel even schrikken. Oké. Ik zag hem gisteren ook gewoon op Lisa de Instagram met een biertje zitten. Ik ook. Ik heb dat nog nooit gezien. Nee. Zou dat aanleiding zijn van het verhaal over die kratjes? Ik ben helemaal plat gespend. Dat ik een gierig hond ben en dat ik wel op wereldreis kan, maar één kratje voor mijn vrienden haal, dat ik me moet doodschamen. Dat dit niet kan en dat niet. Maar is het terecht toch, Maarten? Jawel, ja, ik ga het niet nog uitleggen, maar het is terecht. Nee, is terecht. Maar ik was dus vorige week, toen gaf Laura, de vriendin van Bart, die vierde de verjaardag en die deed het gewoon in de kroeg. Dat is weer makkelijk. Die hebben echt veel geld. Toen waren Bart en rijke vriend. Maar toen bedacht ik me, ben je wel eens op een feestje geweest, Maarten, van Bart? Dat Bart een feestje heeft gegeven. Jij was er zelf niet, Maarten. Maar die heb je niet zelf. Dat was een surprise party, toch? Dat was een verrassing. Nee, ik hou niet van, maar het was een surprise party, ja. Nee, ik vier, als Nooit. Ik het zelf moet organiseren, doe ik, ik ga het eten met een paar vrienden meestal. Maar jullie zijn er nooit bij geweest. Je hebt nog nooit feestje. Hoezo doe je dat niet? Ja, ik hou niet van, man. Ik weet niet. Echt nog nooit gewoon? Jawel, vroeger wel, toen ik 18 was, 20 was. Maar op een gegeven moment... Hoe ging dat? Ja, gewoon prima, man. Dat was gezellig. Maar wel gewoon genoeg bier in huis, als je dat vraagt. Ja. Jij dan? Ja, ik gaf wel regelmatig feestjes. Vind je het ook leuk om te doen? Ja. Okay. Ja, vond ik wel leuk met oud en nieuw een paar keer gedaan en zo. En met verjaardag. Meestal vul ik dan de badkuip en hou ik daar het bier koud. Maar even kijken, een belangrijke vraag. Want we hebben je natuurlijk ook een beetje op een opdracht, op een boodschap gestuurd. Op je reis. Want je moest ook boodschap. iets komen leveren. Je bent 3 weken onderweg. Is er al iets? Twee en een half. Tweeënhalve week. Ja. Heb je al voetbal? Ik heb er eentje gevonden. Maar ik moet zeggen dat Bob Dylan doet het niet zo... heel goed hier. Hij slaat niet aan. Nee, maar ik heb een muzikant gevonden die zelf vertelde dat hij een muzikaal oor had. Ja. Dus die heb ik het laten horen en die heeft het toen gespeeld in een restaurant. Ik mis de overtuiging. Ik mis de echte overtuiging. Jij ook? Hij houdt ook zijn mondkapje om. Ja, maar ze zijn streng, iemand nog met mondkap. Ja? Ja? Dit is niet helemaal wat ik ervan had verwacht. Wat ik ervan had gehoopt, laat ik het zo zeggen. Sorry? Toen jij over die straatmuzikanten kwam, zeg maar, was dit niet helemaal wat ik ervan had gehoopt. Maar misschien zet je stappen gedurende de reis. Volgende week hier in iedere bestemming waar je bent geweest, moet je er eentje hebben. En als het lukt, dan gaat Bart hem spelen. Als je terug bent. Is dat zo? Dat is de afspraak. Focus. Oké, alright. Hoe is het met jullie dan? Ja, goed man. Zie je wat Thomas aan heeft ook? Speciaal voor jou. En een streepje shirt. Oké. Zie je ook wat ik al om heb?
Je hebt een kettinkje, joh. Ik heb een kettinkje, ja, ja. Ik heb hem om. Ik heb hem om. Het Core Podcast kettinkje? Nee, 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 nee. Mijn eigen, man. Mijn eigen. Ben je hier veel op aangesproken? Ja, ja, ja. Wij speelden afgelopen zondag tegen NEC. En dat kettinkjesverhaal is nogal eigen leven gaan leiden. Dus ik vertelde eerst over die man in de Kuip die aan het schreeuwen was. En nu tegen NEC kwam tijdens de wedstrijd al twee spelers naar me toe die over de podcast begonnen. En tijdens de wedstrijd. En toen op een gegeven moment hadden wij een vrije trap en die gast die mij moest dekken. Ik was zeg maar gefocust op de bal en ik zag hem zo, echt 10 seconden lang zag ik hem zo naar mij kijken, maar dan naar mijn nek en mijn schouder en mijn borst zo. 10 seconden. En ik kijk op een gegeven moment aan en ik denk, wat is dit voor gek, joh. En toen vroeg hij na 10 seconden van, heb je hem om vandaag? Dus, wie was dit? Dit was Cas Odenthal, centrale verdediger. Ja. Dus speciaal voor Cas Odenthal heb ik vandaag mijn kettetje omgehangen. Maar het gaat dus zelfs tot op het veld door. Dus jullie worden nog steeds bedankt voor dat. Ja, mooi, man. Maar heb jij nog wat kwijt? Jullie nog wat kwijt? Nee, op zich niet. Ik. Nee, ik had één ding waar ik me, ik weet niet of ik me ervoor moet schamen, maar dat was zo ongemakkelijk. Ja. In Mexico heb je allemaal cenotes, dat zijn een soort waterbronnen. Ja. En dan heb je er eentje, dat is echt zo'n Instagram cenote. Dat hebben ze dan een platformpje in het midden en in het dak zit een gat en er schijnt dan de zon door. Dus je kan super mooie foto's maken. En Lisa wilde daar natuurlijk naartoe. Ja, ja. Maar dan maak je een foto en dan ziet hij, ze heeft op de Instagram staan. Als ik zelf een hartstikke mooie foto. Maar het ziet er dan echt uit alsof je een soort van hele geheime grot hebt gevonden waar niemand staat. Maar daar staat dan gewoon een rij van 50 man met een reddingsvest aan tot ze heup in het water foto's te maken van zijn vriendin. En jij stond er ook bij. Doodongelukkig. Maar ja, je gaat het dan toch maar doen. En, echt verschrikkelijk. En jij hebt ook weer in de rij gestaan dus. En uiteindelijk was ja, ik stond op mijn heupen, op mijn knieën, okay. Op een trap, foto's maken. Ja, ja. Het is wel een goede foto. Thomas laat het nu zien, het is wel een goede foto. Ja, het is een goede foto. Maar ja, maar je staat er dan. En het is gewoon zo eigenlijk zo ongemakkelijk. Want je ziet ook de foto die je zelf maakt. Je denkt, dit is een gaaf beeld. Ja. Maar als je een centimeter meer naar links draait, die camera, dan zie je gewoon iedereen in een zwemvest daar draaien. En die rij die loopt helemaal de berg in. Maar heb je ook nog even gedacht dat jij daar ging poseren? Dat je de rollen omdraaide, zeg maar. Dat Lisa in de rij ging staan. Oh. Ik heb je wel een beetje zien poseren al, wel op een paar fotootjes. Ja, je hebt het gezien, hè? Ja. Maar dat is ook gewoon om de sfeer een beetje te bewaren. Ja, hoe is de sfeer tussen jullie? Want het is toch wel op elkaars lippen al een paar weken. Nou, ik moet zeggen, het valt me eerlijk gezegd heel erg mee. Alleen het lastigste is als je, maar dat vind ik altijd als je met z'n tweeën mee bent. Je bent elkaar gewoon af en toe even zat. Ja. Maar je kan niet hier bijvoorbeeld in Guatemala even zeggen, weet je wat, trek jij een avondje in je eentje erop uit? Ja. Want dan zie je elkaar waarschijnlijk nooit meer terug. Overdreven zeg, maar het is af en toe even vervelend. Gewoon, je kan je niet helemaal terugtrekken in je eentje. Oké. En wat doen jullie om de tijd te doden? Backgammon. Lezen? Sorry? Lezen ook nog? Ja, ik lees wel echt pleursveel. Maar het was vandaag wel zo erg. We nemen gewoon standaard als we gaan ontbijten of lunch nemen, backgammon mee. Want dan heb je besteld. Ja, dat zat zo. Waar ga je het over hebben? Want je hebt al 10 keer besproken wat je gaat doen. Wat voor mooie dingen je nog wil gaan zien. Ja. Maar ik was vandaag backgammon vergeten. Dat zelfs Lisa zei van holy fuck, waar gaan wij het over hoe hebben? Hoe gaan we deze dag doorkomen? Ja, dan zeg je weer zo. Het is wel lekker zeg, 28 graden. Mooi. Nog een lange weg te gaan, hoor ik. Ja. Ja, klinkt gezellig. Laten we even terugkomen op iets wat we besproken in de podcast met Monica Geuze. Dat ging over, wij vroegen ons af of er BN'ers waren of voetballers waren die wel eens vragen, zeggen ergens, weet je wel wie ik ben, hè, om te proberen om binnen te komen. Waarop jij later op biechten dat jij dat, Thomas, jij dat ook wel eens hebt gedaan. We kregen 2 reacties binnen, die wil ik even aan jullie voorlezen van mensen die op heterdaad zijn betrapt op het moment dat ze dit zeiden. De eerste is vond plaats in de ballentent in Rotterdam. Jullie kennen de ballentent in Rotterdam, toch een hele old-fashioned tent waar je broodje gehaktbal eet. Niet waar je per se gaat voordringen. Niet waar je gaat voordringen. Maar goed, Bas Smit en Nicolette van Dam kregen geen tafeltje in de ballentent. Waarop ze zijn gespot, waarop ze zeiden, Bas Smit zei, weet je wel wie ik ben en wat voor bereik ik heb? Maar ook Bas Smit en Nicolette van Dam moesten afdruipen. En er stond bij, daar houden wij Rotterdammers niet van. Dat doe je maar lekker bij de Harbour Club. In Rotterdam werkt het meestal niet. Denk het ook niet. Zeker in de ballentent niet. Nee. En de tweede vond ik zelf een mooi eentje van wie het misschien niet helemaal zag aankomen.
Er werd ingestuurd door Wouter, die zei... Een oud klasgenoot werkte bij een elektronica winkel in haar woonplaats Almere... waar een bepaalde stofzuiger tot datum X in de sale was. Een dag na die datum kwam Annemarie Jorritsma, destijds burgemeester van Almere, binnen. Want ze wilde die stofzuiger kopen. Toen ze bij de kassa zag dat ze geen korting kregen, werd ze kwaad. Ja, mevrouw, die kortingsactie was tot gisteren geldig, zei mijn klasgenoot. Waarop Annemarie Jorritsma haar indringend aankeek en zei... Zeg, weet je wel wie ik ben? Uitkomst, ze kreeg geen korting. Van Bas Smit en Nicolette van Dam, zou je het kunnen verwachten? Van Thomas Waar, niet per se, maar van Annemarie Jorritsma. De burgemeester van Almere. Dan, ik had nog even één ding. We kregen een mailtje van een luisteraar, Esther. En die mailde zoiets dat ze het zich zo stoorde aan het feit dat voetballers in interviews om de haverklap zeggen, ja, wat ik zeg. En dan vervolgens gaan herhalen wat ze al eerder hadden gezegd. En ja, ik dacht, ik heb dat wel eens gehoord, denk ik. Maar dat het zo extreem was, dat was mij niet opgevallen. Maar terwijl ik dat mailtje las op mijn telefoon, zat ik naar Studio Sport te kijken. En toen was er een interview met Nick Bakker, ik geloof van Heerenveen. Ja. En terwijl ik dat mailtje las, hoorde ik Nick Bakker tot twee keer toe zeggen, ja, dat zeg ik. Zo. En toen ben ik even de rest van het weekend zeg maar, de interviews gaan kijken. En ik ben gaan opletten... of dit veel voorkomend is en hoe vaak dit terugkomt. En daar hebben onze vrienden een kleine compilatie van gemaakt. Dus daar gaan we heel even naar luisteren. Hoe groot is de opluchting dan na afloop bij jullie en het publiek? Ja, zoals je kon zien in het stadion en ook in de kleedkamer, extreem groot. Iedereen was super blij dat we eindelijk die punten hebben gehad. En ja, wat ik zag, het heeft even geduurd, maar gelukkig zijn ze nu binnen. Ja, nee, tuurlijk komt je hart aan mij, wat ik zeg. Dat is niet anders dan een normale nederlaag. Ja, natuurlijk, niet iedereen is ook zo fris natuurlijk, maar wat ik zeg, ook is vooral mentaal. Het was het gedeelte wat ik al zeg, qua organisatie en bereidheid van de jongens, discipline, dat is er wel. Nee, het ziet er goed uit, nog wat ik zeg, maar we moeten even de juiste procedures blijven volgen en dat doen we ook. Dus uiteindelijk, is dit een gewonnen punt voor jullie? Nou, we hebben er keihard voor gewerkt, hè? Dus je verdient altijd als je ervoor werkt en het levert dat op, ja. Maar wat ik al zei, meer zat er gewoon niet in voor ons vandaag. Ja, en genoeg kansen, aanvallende wissels, alles, een behoorlijke wisselwerking met het publiek. Alleen wat ik zeg, we konden het niet doorzetten en uiteindelijk heeft het dan een beetje weg. We waren, nogmaals wat ik al zeg, in balbezit gewoon niet goed genoeg, ja. Dat is extreem kut, sorry dat ik het zeg, maar dat is echt, ja, heel naar. Vrees is de koning, hè? Nogmaals wat ik al zeg. We hebben een wat ik zeg score van 11 dit weekend. We hoorden Nick... Dit was allemaal dit weekend? Allemaal dit weekend, ja. Nick Bakker, Bram van Polen, van de Maro, Fraser, Koen Bukker, Daniel Doekie en Kees van Wonderen. Misschien... En laat ik vooropstellen, ik heb me hier sowieso ook schuldig aan gemaakt. Thomas. Ja, nee, maar ik wil zeggen... Maar het is wel, ik vond het wel scherp van Esther. En ik hoop dat we het volgend weekend kunnen overtoepen. Maar misschien kunnen we volgend weekend ook wel even onderzoeken of zeg maar dat wat ze al zeggen gezegd hebben. Of ze het ook echt gezegd hebben. Want dat is niet altijd het geval. Hè? Vooral Vrees heeft denk ik ervan dat hij, nadat hij zegt, ja, wat ik al zeg, dat hij dan iets compleets nieuws verzint. Daar hebben we niet op gelet. Maar ja, ik weet niet zo goed wat dit is ook. Maar ik hoor het mezelf ook wel eens zeggen, denk ik, in interviews. En ik weet eigenlijk niet waarom. En volgens mij is dat echt exclusief voor voetballers. Je valt toch ook denk ik wel gewoon redelijk vaak in herhaling. Omdat je gewoon maar een paar dingen over die wedstrijd wil zeggen. Ja. En dan heb je het waarschijnlijk ook al gezegd. Ik denk dat Fokker het in onze podcast ook vaak heeft gedaan. Ja, wat ik zeg? Ja. Ja. Klopt, ja. Ik zeg dat heel vaak. Ja. Zoals ik net al zei. Nee, mooi. Goed. Ik heb geen zin om dat allemaal uit te pluizen, maar ja. We hebben een score van 11 dit weekend. Dat was alleen op ESPN, dus... Niet slecht. Niet slecht, niet slecht. All right. We gaan het vandaag hebben over krachtpatsers, snelheidsduivels, fysieke freaks. Schoot me een beetje te binnen toen ik afgelopen weekend tegen NEC speelde. Na een minuutje of 70 Wilfried Bony langs de zijlijn zich aan het klaarstomen was om in te vallen. Die is gelukkig inmiddels al op leeftijd, dus die beweegt niet zo makkelijk meer. Maar als je er tegenaan loopt, is het toch heel wat. Ja? Ja. Denk je dat het ook al als hij aan het warmlopen is? Nee, ja, je weet natuurlijk al dat hij bij de selectie zit, dus hij gaat sowieso invallen. Ik lees natuurlijk ook de verhalen dat hij al een paar jaar niet gespeeld heeft. Maar goed, als je zijn postuur ziet van dichtbij, ja. En je telt daar, je trekt daar 5 jaar van af of 6 jaar van af, dat hij nog fit en bewegelijk was. Ja, dat is natuurlijk echt gewoon bij Manchester City. Vreselijk kaliber, ja. Natuurlijk huisgehouden. Maar is hij beter nu op dit moment of slechter dan Pogba?
Welke Pogba? Ja, waarmee wij, Matthias, waarmee wij even gespeeld. Dat was ook zo'n beer van een gozer. Ja. Ja, dat is goed. Daar moest ik ook gelijk aan denken. Maar ja, deze is beter. Ja? Ja, wat denk jij? Ja, ik kan me niet voorstellen dat het slechter is eigenlijk. Ik heb ze zelden zo groot en breed gezien als Matthias Pogba waar wij mee speelden. Maar ja, ik heb vaker gedacht, had hij maar de helft van de finesse van zijn jongere broertje. Het hield niet over, hè. Laten we eerst even wat van die eigenschappen. De traptechniek was allemaal. Ik moet wat wij zeggen? Ik moet bij Genetische Freaks altijd denken aan die foto van Boetius en Lukaku, hebben jullie wel eens gezien? Nee. Nee. Echt niet, wacht, ga ik hem nu bijsturen. Thomas, jij wil ondertussen iets zeggen over de traptechniek van Pogba? Nee, ik vond alleen dat die mooie traptechniek wat had. Dan, wat dan? Nou ja, dat geldt in principe ook voor de traptechniek, wat je net zei over zijn broertje. Hoezo? Had hij maar de helft ervan. Hij had een bijzondere traptechniek. Hij raakte de bal altijd half. Is dat zo'n stijgende, ja. Dat is zo'n stijgende bal die, zeg maar, die nooit snelheid ontwikkelde? Ja. Zo, met zo'n terugspin, weet je wel. Kan je niet maken. Ja. Ja. Ja, ik herinner dat van de allereerste training. Het was wel een imposante gast. Weet je. Hij was echt een imposante gast. Maar hij kon ook wel techniek en zo. Ja, hij kon niet schieten, zeg jij. Maar ja, we hebben het niet alleen over zeg maar, powerhouses en fysieke monsters. Waar denken jullie nog meer aan? Snelheid op de eerste meter. Ja. En verder? Springen. Wendbaarheid, ja, dat valt een beetje samen met snelheid op de eerste meters. Maar als je kort kan draaien en daarin snel bent, dan heb je ook wel voordeel. Springen, zijn er mensen die daar echt in uitblinken? Ronaldo uiteraard. Ja, Ronaldo. Ja, dan weet jij beter, want jij speelt kopduels alleen maar. Of je echt met sprongkracht, of je daar echt hoop mee kan bereiken. Ja, ja wij hebben die Yanis Masouras. Ja. Die kan echt fucking hoog springen. Ragnar Ache kon echt tering hoog springen ook. Yanis Masouras is dan minder... Minder aanspreken, maar die kan... Ja, dat snap ja, ik. Die kan dan wel hoog springen, maar dat is echt niet zeg maar, dat het gelijk ook succesvol nee. is voor de rest van je voetbal nee, nee. skills. Absoluut. Maar bij Ragnar wel, ja. Ja, bij Ragnar wel, die ja. was echt bizar. Ja. Ja, maar Bart, heb je nooit gehad als... Als centrale verdediger dat je dan tegen een spits staat. Dat de keeper gewoon veel lange ballen speelt. En ja, de spits die een beetje vanuit de zijkant komt aanlopen. Ja, om tuurlijk. Die bal te verlengen. Brian Linssen is er heel goed in. Kai Sierhuis is daar best goed in. Die doen ook van die handigheidjes, weet je wel. Als ze weten dat ze een stuk kleiner zijn, op het moment dat er, dat vind ik heel irritant. Als op het moment dat ik als verdediger in de lucht spring om die bal weg te koppen, dan breng ze even uit balans. Want in de lucht ben je weerloos. En dat is best wel succesvol. Dus dat zijn ook van die handigheidjes eigenlijk. Maar Brian Linssen kan goed timen en hoog springen. Ja. Mijn broertje Wessel, die is wat langer, maar die kan ook heel goed, die kan heel goed koppen. Ja. Die zegt dat hij dat heeft geleerd van Patrick Pauwen. De Patrick Pauwen... hoe gaat het dan? Hij zei, ja, je moet gewoon als eerste springen. Dat is wel zo. En dan Patrick Pauwen raakte namelijk de bal altijd, zeg maar, terwijl hij alweer onderweg was naar beneden. Ja, precies. Maar dus, het is echt zo. Dus helemaal niet op zijn hoogste punt, maar hij was altijd alweer onderweg naar beneden en dan kopte hij hem. Maar serieus, ga dat maar eens trainen. Of probeer op de training. Als je een fractie eerder springt dan je tegenstander... Dan weer altijd, komt hij wel. Dan, voor mijn gevoel is de kans groter dat je hem wint. Het is mij nog nooit gelukt in ieder geval. Maar, goed. laten we eerst even een paar van die krachtpatsers uitlichten. Als medespeler die we hebben gehad en als tegenstander misschien. Ja, ik zei al, Lukaku, dat was echt verschrikkelijk vroeger. Thomas, wij hebben met Fred Friday gespeeld. Ja. Nou, volgens mij betere fysieke voorwaarden kan je bijna niet hebben als speler. Nee. Maar bijvoorbeeld ook Robert Muren. Wat is er met... Wij hadden toen zeg maar, die data altijd tot in het bijgehouden. Ja. En hij had volgens mij altijd bijna twee keer zoveel zeg maar, acceleraties dan degene die op nummer twee staat. Zeg maar. Ja, dan ik sowieso. Ik denk wel wat meer dan twee keer zoveel. Ja. Maar hij sprintte gewoon bizar veel. Ja. Dat is me echt nooit en hij versnelde heel veel op een of andere manier. Ja. Maar dat zou je nooit zien, zeg maar. Als je gewoon met blote ogen naar kijkt. Maar dat zagen we zeg maar, pas toen het werd gemeten. Oké. Ja, ik heb dat ook met Appiah Roui. Is ook zo'n... Ja. Die is gewoon
is gewoon oersterk. Oersterk, een soort steen waar je tegenaan loopt. Ja. Wat ik heel mooi vind is Moussa Dembele, die bij Tottenham Hotspur speelde. Ook een oermens, maar niet per se waar je het echt aan afziet, volgens mij. Maar wat ik heel mooi vind bij rondom mij, hij is gestopt een paar weken geleden. En als je spelers in Nederland wel eens hoort praten over ex-teamgenoten, dan zeggen ze lichten ze allemaal Moussa Dembele uit als de beste met wie ze hebben gespeeld. En toen stopte hij een paar weken geleden met voetballen. En toen had Tottenham Hotspur een soort video online gezet op Twitter van een oude video, waarin ze gewoon Spurs-spelers, echt grote spelers, vroegen wie was eigenlijk de beste teamgenoot met wie je hebt gespeeld. En Spurs, daar hebben serieuze spelers gespeeld. En vrijwel iedereen zei Moussa Dembele. Maar bij Spurs was hij echt niet normaal, man. Nee, maar hij is toch nooit echt voor het grote publiek de absolute sterspeler geweest van de Premier League? Zeker. Die tijd bij Spurs echt zeker. En vind je dat hij de waardering heeft gekregen die zeg maar die teamgenoten hem geven? Een periode wel. Op een gegeven moment verdween hij een beetje ineens. Dus ik was hem ineens kwijt. Hij is ook veel geblesseerd geweest. Ja, dat is het misschien waarschijnlijk. Maar hij was daarvoor echt zo fucking goed, joh. Ja, dat is niet zo goed. Maar want er zat ook een video bij van een compilatie. Dat is echt verschrikkelijk dat je ziet hoe hij aan het gooien. Hij heeft in Nederland ook een keer zo krankzinnig goal gemaakt. Ja, eindeloze dribbel. Volgens mij met Willem II. Ja. Of tegen Willem II. Ja. Met AZ, denk ik. Tegen Willem II was het. Ja, ik vind dat zeg maar het gemak waarmee hij middenveld zo van zich af schudt. Ja, en dat is ziek. Kont erin, schouder erin, arm erin. En het ziet er ook niet wild uit of zo. Het is zo elegant. Ik vind altijd die bal buiten het bereik, zeg maar. Dat is echt geweldig. Ja. Maar wij hebben ook met Royce de Drenthe gespeeld. Ja. Die vond ik zeg maar qua... Wij hebben met Royce de Drenthe qua wendbaarheid vond ik dat echt... En qua explosiviteit vond ik dat echt ziek spelen die ik heb gespeeld. Ja, dat klopt. En dat was ook in zijn nadagen van zijn carrière. Kun je nagaan wat het was. Dacht je af en toe, ik vooral natuurlijk, maar dacht je echt wel je tering, man. Dus echt gewoon een ander level. Ja, daar ben ik mee eens, ja. En Denzel Dumfries heeft dat natuurlijk ook in zekere zin. Omdat er had altijd, als je tegen hem aanliep in een positiespel, een rondo in de partij, had je al pijn ergens. Dat is zo gekomen op een gegeven moment. In het begin niet, maar op een gegeven moment wel, ja. Ja, ik kwam natuurlijk op een gegeven moment dat hij al redelijk goed was. Toen had hij het al, ja. Maar gewoon alles is pezig en hard en krachtig. Ja, dat was echt pijnlijk ook voor mij. Want zeg maar, we werden het jaar ervoor kampioen en trainden we bij Hans Kroon en zo. En, we waren wel binkie. Maar op een gegeven moment zie je zeg maar, zo'n jongen, maar ook Rick van Drongelen. Waar ik was 28, 29 zo. Ja. Waar mijn ontwikkeling zeg maar stopt. Ja. Gaat hij van hun nog twee keer zo hard door. Dus op een gegeven moment dan merk je gewoon van... tering, dit is gewoon niet meer bij te houden. En je bedoelt je fysieke ontwikkeling? Ja, fysiek, ja. Want ik kwam van de amateurs natuurlijk... En ik maakte ook best wel harde ontwikkeling daarin. Maar zij waren 18 of 19, weet je wel. Dus dat ging echt als een tierenlier. Dus die waren gewoon niet meer bij te houden. Maar ontwikkelden zij zich ook sneller dan andere spelers van die leeftijd? Ja, zeker. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat ze dat koppelden aan voetbalkwaliteiten. Dus ik denk ook als je wedstrijden speelt... dat je dan dat je daar meer inhoud door krijgt. En dat combineert met die krachttraining, dat wel hielp. Maar zij hebben gewoon, vooral Denzel, die heeft gewoon de gave om overal aan te pikken. Dat is ook een vorm van talent waar we het niet zo vaak over hebben. Zeg maar de potentie die jouw lichaam heeft. De potentie wat je lichamelijk eruit kan halen. En dat is misschien bij sommige spelers veel beperkter dan bij andere spelers. Bij Denzel lijkt dat wel eindeloos. Maar ik heb wel eens gehoord dat hij, zeg maar, toen hij een contract tekende... medisch gekeurd werd. En ik weet niet zeker of het waar is, maar dat verhaal heb ik dus wel eens gehoord, dat ze toen zeg maar, zo'n medische keuring hebben gedaan. Ja. En dat ze erachter kwamen dat hij echt een krankzinnig grote longinhoud had. En dat ze eigenlijk op basis daarvan dachten van dat zijn wel de fysieke voorwaarden die je moet hebben om echt een moderne, goede rechtsback te worden. Ja, En daarnaast is het mentaal natuurlijk ook nog wel vrij goed. Ja. En hij kwam echt zomaar als rechtsback. Ja. Hij was eigenlijk centrale verdediger. Hij werd zomaar in één keer rechtsback gezet. Ja. Dat is wel dat is ook wel goed gezien. Ja. Ergens. Wat ook wel grappig is, je hebt ook zo'n verschil. Bijvoorbeeld Jerry Sint-Juste heb ik mee gespeeld een tijdje. En dat is niet een hele brede gozer of zo. Meer zo'n pezig gast. Maar die kreeg je echt hij was sowieso fucking snel, kon bizar springen. Maar die werd niet zo snel met een schouderduw of door een zwaardere spits bijvoorbeeld opzij gezet. Ja. Als je hem op het eerste oog ziet, dan denk je niet van... hey, dit is een gast die echt taai is in de wels. Ja, dat is ook mooi, hè? Van die hele... Stiekem. Ja, van die hele stiekem sterke gasten. Ja. Die eigenlijk heel dun zijn. Ja. Ik moet gelijk aan Arnold Kruiswijk denken. Ik probeer er ook mee te doen. Ja, was heel sterk. Ik vond ook zo'n sliert, weet je wel. Die heeft wel gewoon jarenlang zijn trouw aan de verdediging. Ja, zeker. Ja, pingetje Morten Toorsby ook, hoor. Ja.
Ja, ja maar hele P ook. Ja, hij is wel traag, maar P is er fucking sterk in de wels ook. Ja, en zo'n, hij heeft weer zo'n gewoon een loopwonder toch ook? Een soort eindeloos long and out. Ja. Wat denken jullie dat van, zeg maar, al die fysieke aspecten? Wat is nou eigenlijk de grootste voorspeller voor talent, zeg maar, of voor een succesvolle carrière? Ja, goeie vraag, goeie vraag. Ik zou zeggen, die wendbaarheid en die eerste meter. Ja, ik denk het ook, maar ja. Het is al moeilijk, want het is heel erg per speler en per positie ligt het aan. Ja, ik weet niet, man. Wat denk jij? Ja, ik denk het eigenlijk ook. Ik denk sowieso dat het met snelheid te maken heeft. Ja, een soort... Dus niet per se met duelkracht of ja. Zo. Of, want ik denk dat, zeg maar... je kan net zo lang trainen wat je wil. Ja. Je kan heel sterk worden. Ja. Maar op een gegeven moment heeft dat volgens mij niet extreem veel... zeg maar, hoe sterk je bent, heeft op een gegeven moment niet extreem veel invloed meer op hoeveel duels je wint. Nee. Of wat uiteindelijk aan kwaliteit je brengt. Ja. En dat fitheid... Ja, je kunt denk ik... meer compenseren met snelheid dan met kracht. Volgens mij in topsport, in topvoetbal, moet je een soort driftigheid in je bewegingen hebben. Dus een soort... Explosiviteit, makkelijk bewegen. Een soort, drift ermee wel, ja. Jij zeker ook. Maar je moet een soort van gif in je beweging hebben. Als je hebt ook explosiviteit. Spelers die best wel goed kunnen voetballen, maar die soort heel veel traagheid over zich heen hebben. Dan moet je wel heel goed zijn, wil je dan nog uitblinken, denk ik. Maar... Ik ging even in mijn hoofd een opsomming maken, dat deden we net ook. En misschien is de ongemakkelijke realiteit dat het heel veel jongens zijn met een donkere huidskleur. Die wij associëren met de sterkste spelers en de snelste spelers. En de wendbaarste. Ik denk dus dat dat wel meevalt, man. Nee, dus, hoezo? We hebben net 10 namen genoemd. En hij komt met Arnold Kruijswijk. Okay. Dat is de enige uitzondering. Ja, dat was de dunne. Nee, als je het over die hele wendbare snel op de eerste meter. Bijvoorbeeld Frenkie, Messi heb je daarbij. Dat is van die supersterke gasten, echt van die freaks, kan je bijvoorbeeld ook Haaland zeggen. Ronaldo is misschien wat meer aangetraind. Spelers die super lang meegaan. Zlatan, Milner. Oké. Okay. Dus het is toch niet per se dat dus je daar... Ja, dus ben je wel een beetje aan cherrypicken natuurlijk. Ja, dat ben ik zeker. En je hebt hem ook voorbereid, want je pakt hem via je telefoon. Hij pakt even zijn telefoon erbij om het allemaal op te lezen. Ja, maar ik kon niet per se meer jongens van kleur bedenken. Alle spelers bekeken. Ja, ja, ja. Hij heeft gewoon opgezocht en... Dat zei het er niet... En weg is hij. We drukken hem wel uit. Daar is hij weer. Maar dat is toch, je kan het ontkennen, maar volgens mij is het heel vaak zo dat de meest krachtige, de meest explosieve spelers, spelers zijn met een donkere huidskleur, met een Afrikaanse achtergrond. En ik wou hem eigenlijk aan Maarten voorleggen, want jij hebt alle boeken van de wereld gelezen. Wat zou daar de verklaring voor zijn? Nou, ik heb even, want ik weet dat Thomas sowieso door zou gaan vragen, een paar onderzoekjes erbij gepakt. Maar dit is dus biologisch gezien helemaal qua genen niet een echte verklaring voor. Nee. En er is één gast die daar sinds 2016 veel onderzoek naar doet. Ik zal zijn naam even noemen, zodat Thomas het kan... Is dat die Griek? Nou, kijk, Yannis Pitsilatis. Ja, we hebben hetzelfde stukje gelezen. Ja, we bereiden ons voor, hè, To, kom op. Ja, en... Als ik het goed heb geïnterpreteerd, Bart, jij bent echt goede mediaman, dus jij hebt het waarschijnlijk nog beter. Bart is ook wetenschappelijk geschoold. Ja, zeg het maar. Ja, ik niet. Maar het gaat veel meer om de omstandigheden waarin je opgroeit. Dus bijvoorbeeld veel Afrikaanse kinderen bewegen veel meer. Ja. Zitten veel minder achter een televisie bijvoorbeeld, of gewoon net op hun gat. Waardoor daardoor de jongens met de juiste genenmix ook vaker boven komen drijven. Ja, dat was in ieder geval de verklaring voor renners. Ja, dit ging inderdaad vooral over, maar ook over, zeg maar, sociaal-culturele context. Dus in Jamaica is sprinten sport nummer 1. Alle kinderen gaan daar sprinten. Je staat zo hoog op de ladder als je een goede sprinter bent. En dat geldt in Kenia en in Ethiopië voor het marathonlopen. Dus zeg maar, die culturele context is daar heel anders dan in Amsterdam of in Londen. Dus dat was de meest gangbare verklaring voor die aspecten van sport. Maar dat is nog geen verklaring voor het feit waarom gekleurde voetballers over het algemeen, moet ik niet algemeen zeggen, maar de uitblinkers zijn in lichamelijke capaciteiten. Toch? Ja, ik heb het
natuurlijk in Zuid-Afrika gevoetbald. Ja. En daar is dat eigenlijk niet zo. Dus wat Maarten net zegt, ja, in dat onderzoek, dat wordt daar wel eigenlijk onderschreven. Ik bedoel, daar was ik ik denk niet eens de langzaamste. Ja. Terwijl hier in Nederland dat wel natuurlijk vaak was. Ja. Dus, en je ziet natuurlijk, zeker als als die jongens in Afrika zijn opgegroeid, ja, dan zie je hier in Europa natuurlijk ook alleen maar de sterkste doorkomen. Omdat mm-hmm, alleen de beste, zeg maar, het voor elkaar krijgen om vanuit Afrika door te komen in Europa. Punt. Dat is een goed punt. Dus ja, daar wordt je beeld misschien ook wel een beetje, ja, door vertekend. En dat misschien het voetbal daar, de kwaliteiten waar heel erg naar gekeken wordt, wel fysiek aspecten zijn. Ja, ja, ja. Er is in ieder geval in de wetenschap niet echt een soort van genetische verklaring voor. Dus dat lijkt eigenlijk te verwaarlozen. Ja. De vraag, hoe kunnen fysiek sterke spelers het handigst gebruik maken van dat grote en sterke lijf? Ik heb er één voorbeeld van, dat moeten jullie ook herkennen. Grote spitsen. Lars Veldhuis is daar bijvoorbeeld vrij goed in. Lukaku heeft ooit een filmpje op internet gezet waarin hij uitlegt hoe hij dat doet. Die leunen. Ja, die is mooi met Jamie Carragher, denk ik. Ja, dat is, volgens mij, ik denk dat we hetzelfde hebben. Die leunt, die wordt aangespeeld met een verdediger in zijn rug. En die maken van dat grote lijf gebruik als een soort draaisysteem. Dus die draaien, zeg maar, die verdediger zit kort en die gebruiken eigenlijk die verdediger met dat grote lijf om weg te draaien. En ik ben centrale verdediger. Als gasten dat handig doen en ze zijn sterker en groter dan jij, ben je uitgeschakeld. Ben je echt kansloos. Dus dat vind ik wel zo'n trucje wat grote spelers echt toepassen om daar voordeel uit te halen. Ja, dat heeft denk ik groot te maken met bijvoorbeeld je gewicht dan goed gebruiken. Toch? Dat is hetzelfde, denk ik, als je gaat koppen en je springt in met eerder in de lucht. Het, ja, is toch wel moeilijk om over iemand heen te komen of, ja, achter hem langs. En hetzelfde als een aanvaller in beweging is en hij reageert eerder dan jij. En hij zet zijn lichaam erin. Ja, ja, je bent gewoon geklopt. Ja. En hoe kan je daar tegen wapenen dan? Dat zou jij moeten weten. Want jij ik weet wel wat het eerste is. Wat je altijd hoort op het moment dat zoiets gebeurt. Ja. Zeg maar. Wij hebben natuurlijk bij AFC ook Riley Ignacio. Die doet, ja, dat, die doet, ja, dat extreem. Goed voorbeeld, ja, tuurlijk. En eigenlijk altijd als hij, zeg maar, gaat zoeken. Ja. En het lukt hem, zeg maar, om die verdediger te vinden. En hij krijgt de bal en hij draait weg. Dan, ja, hoor je altijd iedereen roepen. Dat is juist wat hij wil. Hij wil jou gebruiken, ja, om, tuurlijk, te draaien. Maar dat is wel zo. Dus, ja, dus wat je denkt moet doen is, ja, naast hem gaan spelen. Ja. En proberen ervoor te komen. Of proberen ervoor te komen. Of hem gewoon een beetje even de gelegenheid, ja, geven om de bal aan te nemen. En laat hem dan open draaien, ja, en dan opzoeken. Ja. Ja. Wij speelden met Go Ahead Eagles. Marnix Kolder, die was daar echt goed in. Die was heel goed in het gebruiken van het grote lijf. En we speelden tegen Ajax, tegen Joel Veldman. En Ajax speelt heel veel 1-op-1, hè, zeker, ja, als ze de sterkere ploeg zijn. Dus wij dachten, nou, als we een kans hebben, dan is het Kolder over de grond aanspelen, want die is daar echt goed in. En Veldman is klein, die was 1,5-2 koppen kleiner. En die heeft hem echt de hele wedstrijd gewoon uitgeschakeld. Omdat, ja, hij dat zo handig, hij is wendbaar, hij deed het zo handig. Of hij kroop er even voor, of hij gaf hem even een klein tikkie, of hij stapte even naar achter. En dat is volgens mij vrijwel de enige manier. Als je het fysiek aflegt, dan moet je het als verdediger van dat soort slimmigheidjes hebben. En ja, dat is denk ik de enige. Ja, ik weet nog bij Heerenveen speelde tegen PSV en toen liep Luc de Jong daar in de spits. En Jeroen Zoet stond op het doel en zei, een van hun tactieken was gewoon soms iedereen aansluiten en speelde een lange bal op hem. Ja. Maar toen liet Timo Klompen dat zien, die beelden dat hij al super vroeg, ja, terwijl een verdediger dan, want de bal was net onderweg en dan had hij blijkbaar ingeschat waar die bal ging vallen. Dus, ja, hij was heel vroeg al zo met zijn hand voor die verdediger. Ja. En dan die verdediger worstelen en, ja, doen en, ja, doen. Ja, 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 maar ja, als hij iemand daar hangt, ja, dan kan je niks meer doen. Dus dat vond ik wel knap. Want dat is geen hele snelle gozer, maar hij was dus wel heel snel met die actie, zeg maar, inzetten. Ja, 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 ja. Ja, dan maak je optimaal gebruik van je fysieke voordeel, denk ik. Is het wel eens intimiderend als tegenstander groot en taai? Nou, ik vond vroeger wel sowieso, man. Ja. Want bij Feyenoord had je heel van die internationale toernooien en had je een aantal clubs, bij Leverkusen, ja, Schalke, Auxerre, die waren er vaak. Ja. Maar die hadden dan een paar gewoon gasten van wie naar achteraf hun paspoort niet helemaal bleek te kloppen. Want die stopten dan ook met goeie assen, 14, ja, of 15 jaar. Ja, 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 ja. Maar ja, dan was je 12. En dan speelde je gewoon tegen 2 volwassen mannen. Ja, ja, en ik was een beetje een ielig ventje. Ik was daar wel onder de indruk van. Ja, er was in Nederland natuurlijk ook in de jeugd, waren er altijd een paar clubs die hadden, toch was het vaak een Afrikaanse jongen in de spits, die gewoon oppermachtig was. We hadden Christian Gandu. Ja, maar dat is echt niet normaal, man. Ik speelde een team hoog. Hij speelde bij Utrecht in de jeugd. Ik speelde een team hoog. En we speelden vaak op hetzelfde moment. En op Zoudenbalg, het jeugdcomplex van Utrecht, konden ze gewoon een bandje instarten de hele tijd. Hoe vaak ik wel niet heb gehoord. Doelpunt FC Utrecht, nummer 9, Christian Gandu. Ik denk dat hij 120 goals heeft gemaakt in één seizoen. Want hij gewoon alles en iedereen aan gort liep. Maar van die gasten heeft bijna niemand gehaald. Dat is dus wel interessant. Hoe verklaar je dat dan? Want op een gegeven moment
moment... Er zijn toch gewoon best wel veel jongens, dat hebben we Feyenoord ook wel gezien, die dan serieus pas bijvoorbeeld 2 jaar in Nederland waren. Ja. En die hadden dan waarschijnlijk gewoon een vervalst geboortecertificaat. Ja. Of ze hadden helemaal geen een. Maar dit is niet, ja, precies. Maar dit is niet eens vervalst, maar misschien zijn ze gewoon nooit ergens geregistreerd. Dus niet per se met het doel om niet wist, jonger te zijn. Ja, dat weet je niet, Maar goed, ga verder. Ja. Ja, en dan ben je, weet ik veel, speel tegen 14-jarigen, terwijl je zelf misschien 17 bent. Mm-hmm. Ja, moet je jezelf voorstellen dat je een B-junior bent of een onder 17. Ja, dat verschil is bizar. Je had vroeger ook, jij denkt ook, Bart, dat je de D'tjes, de C'tjes, de B'tjes en de A'tjes, dat heb je nu niet meer. Nu is het gewoon allemaal jaarleden. Jij hebt het ook gehad, denk ik, misschien wel. Ja, zeker. maar je had bijvoorbeeld in de C'tjes, was het verschil tussen eerstejaars C en tweedejaars C echt krankzinnig. Ja. Ja. Gewoon, er zat bijna nooit zeg maar een eerstejaars al aan het hoogste team, omdat die gewoon veel kleiner waren. Dus het is wel logisch dat de verschillen dan groot kunnen zijn. Ja. En dat het dan ook. Wanneer stopt dat fysieke voordeel? Ja, ik denk rond volwassenwording, 18, 19 jaar. Ja, ik zou zeggen onder 19. Ja, ik denk ook zoiets. Ja. Want vaak zag je jongens dat ze dan in de D'tjes en de C'tjes, dat het echt bizar was. Ja. En dan in de B werd het soms wat minder. Ja. In de A waren ze nog wel, maar viel het al mee. En die stap naar het eerste was daar vrijwel nooit. En dan hebben ze misschien zelfs nadeel gehad van die jaren daarvoor, omdat ze gewoon gemakzuchtig waren. Je wordt lui. Ja, precies. Maar wie heeft jou het meest geïntimideerd qua in jouw carrière? Nou, ik heb daar alleen uit de jeugd kan ik me dat herinneren. Die was echt goed. En dan heb ik het echt over de D1. Mehran Houssiari van Ajax. Die was met de Iraanse jongen. Die stak ook met kop en schouders bovenuit. Dat was gewoon de allerbeste. Geoffrey Castellion kennen jullie misschien nog. Ook van Ajax. Ja, was ook. Ja, dat was gewoon niet te houden voor ons. Het was gewoon veel groter, veel langer, veel sterker. Maar dat is later wel opgehouden. Ik heb dat eigenlijk nooit, nu niet meer. Ik heb wel één keer gehad dat ik een beetje dacht zo van, die is groot, ziet er sterk uit. Ja. Maar dat ik vervolgens in de wedstrijd dacht van, ik ben hier heel lang onder indruk geweest. Want er zit ook was tegen jou. Nee, niet tegen jou persoonlijk, maar ik speelde toen tegen Go Ahead Eagles. Ja. De linksback van Go Ahead Eagles toen. Hey. Hey, die is groot ook, hè? Die heeft echt bizarre voorwaarden. Maar gaandeweg dacht je... Nee, het duurde niet heel lang voordat ik erachter kwam. Nou, dat kan wel eens een mooie middag worden. Hè? Dat weet het ook. Maar dat is ook wel een beetje zo'n genetisch iets. Denk ik, dat sommige gasten gewoon fucking groot zijn. Ja, Robin van der Meer, bedoel je? Ja. Nou, die is zeker lui geworden, dat klopt wel. Misschien kunnen we, als we het toch over genen hebben, dat ene interviewtje erin gooien, wat die laatst gaf. Nou, we hebben het erover dat je zoveel aan het koppen bent. Wat doet dat met je haar? Ik heb net nog met mijn vader een appie van... je bent er weer wat extra verloren, dus we moeten wat meer in. Hoe ga je dat nou oplossen? Ja, erbij zetten. Kijk, ik heb mijn vader zei, ik heb je alles gegeven. Behalve een volle haardos. Dus ik heb het bij hem neergelegd en gezegd van... joh, ik vind jou ook wel voor de helft aansprakelijk. Zij zal waarschijnlijk nu lachend voor de tv zitten. Ja, het is dus wel enigszins genetisch bepaald. Ja, 100%. En dit helpt niet voor de dit helpt als niet, deze. Nee. Dit helpt niet. Ook niet voor de hartslag, hoor. Nee. Ook niet goed. Ja, dat is zo mooi. Kunnen jullie, in voetbal heb je zo'n uitspraak dat je bent op sterk gezet. Hè? Ben je op sterk gezet? Kan je herinneren dat je door een bepaalde speler vreselijk op sterk bent gezet de afgelopen jaren? Ja, ik heb dat nog nooit gehoord, man. Nee, echt niet? Nee. Maarten, jawel, man. Bro, hij zet hem op sterk. Hij heeft hem op sterk gezet. Met dat been zo ervoor. Ja, ik heb hem nog nooit gehoord. Thomas heeft dat nog nooit. Ik ben dit jaar wel één keer... Nee, Thomas heeft nog nooit blunder gemaakt en hij is nooit op sterk gezet. Ja, ik wilde net zeggen dat ik dit jaar echt bizar op sterk ben gezet door Kenny Thijssen. Ja, maar hij is ook Thijssen. Die kwam één keer in mijn dode hoek dat ik gewoon echt niet had verwacht dat hij kwam. En dan ben je echt zwaar de lul. Lag je op de grond ook? Hij, als je het over genen hebt, oersterk, dat is echt niet normaal. Krankzinnig, joh. Ik had het dit seizoen met Ryan Gravenberg ook stiekem heel erg sterk. Was zo'n scrimmage situatie in druk en ik probeerde me zeg maar zo uit te slepen. Dus we wilden hem zeg maar voorbij slepen en hij las die sleep. Dus hij zette dat lichaam weer tussen en ik liep zo klats tegen de muur aan en ik viel op de grond. En terwijl ik omviel, want het was nog een dreigende situatie, wilde ik een overtreding op hem maken om hem dan maar neer te leggen en ook dat lukte niet. En dacht ik, oké, man, dit is echt anders. Dat is echt terug. Ik heb zoiets, niet helemaal hetzelfde, maar dat je zeg maar de bal krijgt en dat je denkt van, ik moet altijd inschatten, zeg maar, hoe ver die achter me is, om te kijken of ik dan nog zeg maar kan afsnijden of niet. En normaal lees ik dat altijd wel goed, maar ik ben 2 keer in 1 wedstrijd tegen Ajax ook, echt gruwelijk de mist ermee ingaan was tegen Justin Kluivert. Ja.
Ah, dat is die... Wat dan, hoe dan? Ja, die was gewoon twee keer sneller dan, ja, dan ik dacht. Dus ik dacht van, nou, dan kan ik er nog even, ja, net voor langs kruipen. En ze, ja, stond heel naast me. En dat gewoon twee keer, zeg maar. En normaal weet ik wel van of dat ik er voor langs kan of niet. Ja. Dat ik hem af moet haken. Ja. Maar bij hem, dus hij was ook echt bizar snel. Ja. Ik heb hem één keer gehad. En als keeper is dat natuurlijk wel iets anders. Maar kwam we speelden met VV uit bij MVV. En daar liep Thomas Verheij toen in de spits. Ja. En er komt een beetje zo'n luie voorzet bij de tweede paal. En ik pluk hem en hij springt gewoon, zeg maar, vol op mij in. En ik denk dat ik gewoon 2,5 meter gewoon die boarding ingekletterd ben. Bal los. Door mijn rug. Maar ja, je moet jezelf beschermen. Ja, beschermen. Knie, elleboog, ja, alles eruit. Daar word ik zo moe van. Kijk, dat kan wel. Maar als je eenmaal in de lucht bent, weet je hoe makkelijk iemand, zeg maar, die helemaal van de grond af is, gewoon uit balans te brengen is. Ik heb keepers echt schandalig, op schandalige manieren, met voet vooruit, knie vooruit. Ja, gewoon moet zo. Het moet echt verboden worden. Echt bizar is dat. Ja, wie was dat? Marco Bizot was dat, denk ik. Ja. Vorig jaar nog, of 2 jaar terug bij AZ, dan liep er gewoon iemand door en die kon de bal misschien wel niet halen. En dan ging die inderdaad ook zo, als een krankzinnige, die knie optrekken naar voren. Ik snap dat ook niet zo goed, man. Je moet jezelf beschermen. Vinden jullie ook dat, ja, er een soort schoonheid in zit in fysiek sterke spelers? Gewoon voor het oog om naar te kijken? Of ben ik de enige die dat vindt? Absoluut. Oké. Okay. Ik heb bijvoorbeeld bij Virgil... Absoluut. Daar ben je met me eens. Ja. Vind je dat hij de enige is? Nee, ik ben het met hem eens. Vertel. Ik heb een beetje dat is gewoon iets naïefs. Maar als iemand er heel sierlijk uitziet... Ja. Dan heb ik al van tevoren beslist, ik vind het een goede speler. Ja, heb ik ook. En dat hoeft dan, dat is vaak helemaal niet zo. Want je hebt dan mooi die sokjes over. Maar dat hoeft toch niet per se fysiek sterk te zijn, hè? Nee, maar als het gewoon een beetje groot en elegant, dan wordt het wat. Ik zat laatst met Laura op de bank en toen was Virgil van Dijk op tv. En toen was ik er een case van aan het maken dat een mooie man is, een knappe man is om te zien. Toen zei ik, ja, dat is een goede kop en weet je, groot lijf en mooi. En Laura was er niet mee eens. Dat was een heel raar moment. Toen zat ik, zeg maar, ging ik foto's erbij pakken en ging ik haar overtuigen van het feit dat Virgil van Dijk een mooie kerel is te zien. Maar ik vind dat ook echt, hoe hij loopt rechtop, hij beweegt sierlijk, hij heeft een goede kop, hij heeft een zware stem, hij heeft lange poten. Ja, dat was het gesprek. Jouw man crush. Ja, ik vind het echt heel mooi om te zien. Maar dat heb ik ook met die basketballers, man. Jullie hebben toch ook, wat is het, The Last Dance gekeken? Ja, ja. Maar hoe zij met dat fucking atletische, sterke lijf, ja, nog zo motorisch zo mooi bewegen. Ik vind dat echt mooi om te zien. Die zijn ook nog zo lang en zo wendbaar en explosief. Maar dat krankzinnig. Dat is precies de schoonheid die ik bedoel. Als je zo'n groot lijf hebt en daar nog goed mee om kan gaan. Dat vind ik bij keepers ook vet. Dat is bijvoorbeeld Neuer heel erg. Die is natuurlijk super groot. Maar die kan dan nog heel makkelijk, zeg maar, in de lucht hangen. Ja. En dat ziet er dan uit alsof... Dat kan eigenlijk helemaal niet met zo'n lang lichaam. Ja. Dat heeft Pascal Kuipers. Dat is een jonge keeper van Excelsior. Op een heel ander niveau. Maar die heeft ook een super grote, logge gozer, ziet hij eruit. Mm-hmm. Maar die kan heel mooi en stijlvol nog, zeg maar, naar de bovenhoek zweven. Dat is wel iets waar ik altijd wel een beetje met jaloezie naar gekeken heb. Horen jullie ook zo vaak dat iemand zegt, jongen, als ik net zo snel was geweest als die gozer... Zo vaak, ja. Had ik nou miljoenen verdiend. Thomas, dat lijkt me een Thomas Verhaartje. Zou je kunnen komen? Dat lijkt me Thomas Verhaartje. Hoe ver zou je kunnen komen met, als je echt zo'n genetische freakie iets hebt, zoals heel kracht, of dat je super snel bent. Kan je daar echt, zeg maar, de top mee bereiken? Nee, kijk, ik ben ervan overtuigd dat mensen die heel snel zijn, op een andere manier leren voetballen dan mensen die langzaam zijn. Dus als je heel snel bent, dan hoef je dus minder om je heen te kijken. Omdat je er toch altijd wel langskomt. Dus daarom zie je, denk ik, ook altijd dingen. Dus wat langzamere spelers zijn bij je voorkeur de spelers die wat meer overzicht hebben. En misschien wat betere techniek hebben. Dus ja, ik denk niet dat je dat... Ik heb het ook wel eens gezegd, hoor. Dat ik zei van, ja, stel dat ik nou ook nog snel was geweest. Dan had ik wel een paar niveaus hoger gespeeld. Maar dan had je op een andere manier gevoetbald ook. Ja, 100%. Want... Ja. Ja, ik weet, zeg maar, in mijn jaren in de derde klasse, daar was ik snel. Ja, ja, ja. Ja, dat is geweldig. Dan kan je aan beide kanten kan je er eens een keer langs. Ja. Nu eigenlijk alleen aan de binnenkant. Moet je altijd weer door. Ja. Moet je toch weer een weg naar binnen. Ja, over hele zieke schijnbeweging. dat lukt één keer. Maar dan moet hij echt omvallen. Alleen met een kap, zeg maar. Als ik hem echt uitkap, dan kan ik aan de buitenkant. Maar daar kon ik gewoon de bal van mij schieten en dan gewoon gaan rennen. Ja, ja, ja. Dus dat geeft me echt veel meer macht. Maar komt ook niet bij kijken dat je dan toch...
een beetje moet echt beseffen dat dat jouw kwaliteit is en dat je het misschien wat minder van het andere moet doen. Want ik heb ook het idee dat veel van die hele snelle buitenspelers dan toch gaan proberen, zeg maar, hele technische acties te maken of en dan ooit een trainer weer roepen van, hey, je moet doen waar je goed in bent. Ja, maar dat, ik zat er ook aan te denken. Het lijkt in het huidige voetbal, zeg maar, pure snelheid. Ik denk dat Anthony bijvoorbeeld echt veel sneller is dan de meeste van zijn tegenstanders. Maar dat pure snelheid nauwelijks benut lijkt te worden. Want je zou zeggen, als je veel sneller bent dan de meeste van je verdedigers, gooi hem er langs. Dan heb je, gooi hem er langs, sprint er voorbij en ga richting de goal. Maar hoe vaak zie je dat nog? Ja, maar tegenwoordig kom je toch ook, door de manier van voetballen zorgen verdedigers toch ook dat ze veel minder in situaties komen waarin ze kwetsbaar zijn om op snelheid echt geklopt te worden. Ja, precies. Eigenlijk alleen in de omschakeling speelt echt pure snelheid over een langere afstand echt een grote rol. Ja. En anders niet. En dat is zelden, want je hoort dat vaak over Daley Blind, maar ook over Breuer is dat natuurlijk vaak gezegd. Het zal zelfs over mij gezegd zijn. Weet je, ze bewegen niet makkelijk, ze zijn traag. Gooi hem er voorbij, sprint ze voorbij. Maar vaker, wanneer worden die gasten vaker zeiden? Wat? dat in die besprekingen zo vaak gezegd is over de centrale verdedigers van de tegenstanders. Van, ga lopen. Ja, hij is niet wendbaar. Hij is hij heeft moeite met ballen in zijn rug. En, maar eigenlijk lukt het nooit om die spelers ook daadwerkelijk in de rug te kloppen. Maar dat komt gewoon omdat we heel goed zijn geworden in het afschermen van de ruimte die gevaarlijker zijn om aan te sprinten, toch? Ja. Niet alleen die ene speler, maar gewoon als teamorganisatie. Ja. Ja, denk ik ook. Maar was dat vroeger anders? Rennes Dommedaal, werd die genoemd? Nou, bijvoorbeeld. Denk ik wel. Volgens mij waren vroeger sowieso de ruimtes, zeg maar, op het veld veel groter. Ja. En zelfs als je al naar bijvoorbeeld WK van 2010 kijkt, dan zie je al echt een krankzinnig groot verschil. Dus ik moest bijvoorbeeld laatst voor die toelating, voor die cursus, kreeg ik in één keer voor de voetbalconditionele training gedeeld, kreeg ik beelden van het WK van 2010. Ja. En dan zie je gewoon echt een fucking groot verschil. Ja. Ook in manier van dekken, zeg maar. Dus daar zonder dekking gebeurde eigenlijk niet echt. Ja. Vooral mandekking, maar ook gewoon de ruimtes tussen de laatste mensen op het veld en de voorste. Ja. Die waren veel groter. Dan dat het nu is. Ja, verder. Dan het nu is, ja. Dus dan heb je veel meer snelheid. Omdat je in een grotere ruimte 1-1 moet verdedigen. Ja, 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 ja. En nu zie je dat eigenlijk overal op het veld gewoon echt veel rugdekking is. Ja. Hoe vaak kom je nog echt in 1-1 situaties? Nauwelijks. Bijna niet. Ja, omschakeling. Ja. Als je een van deze superkrachten zou je kunnen zeggen, zou willen hebben zelf als speler, wat zou dat zijn? Ja, voor mij is het niet moeilijk. Gewoon pure snelheid aan het spelen. Nee, vooral iets explosiever. Ja. Want uiteindelijk ben ik niet op lange afstand ben ik nog wel oké. Ook niet echt de snelste, maar niet de langzaamste. Ja. Maar in het eerste gedeelte wel. Ja. Dus qua explosiviteit. Kan ik ook wel een scheutje van gebruiken. Maar ik ben altijd een beetje jaloers op, als je het over Denzel hebt. Maar bijvoorbeeld, Jurie de Kans bij ons heeft dat ook. Altijd tomeloze energie hebben voor alles. Dus altijd maar kunnen stieren en rennen en energie hebben en gas kunnen geven. Dat is ook een soort... En Morten Torsby heeft dat blijkbaar ook. Dat is ook een soort kracht die ik zelf wel graag zou willen bezitten ook. Ja. Maart? Ja, ik zou wel graag dat... souplesse, we hebben dat niet echt benoemd. Maar ik heb altijd het idee gehad dat het ene dag mijn lichaam echt goed aanvoelde. Ja, en dat ik dacht van, tering, als ik nu 1-1 moet en ik moet in de split, dan gaat het makkelijk. En de dag daarna was het gewoon absoluut onmogelijk. Ja. Dus ik zou wel gewoon zo'n snel, soepel lichaam gehad willen hebben. Ja, waren deze dingen trainbaar geweest met terugwerkende kracht voor ons allemaal? Voor mij niet. Ook niet een beetje? Voor mij, ik heb eigenlijk mijn best op gedaan. Het is wel trainbaar. Maar volgens mij ben je er heel weinig mee. Okay. Nou, dan hebben we alles eruit geperst, jongens. Hebben we alles eruit gehaald. Zullen we afsluiten? Mooi. Aanraders van de week. Kom maar door, Antigua. Ja, ik heb wel een aantal boekjes gelezen al. Ik heb een hele dunne deze keer. Het is eigenlijk een kinderboek weer. De Kleine Prins heet het. Het gaat over een... Mooi man, heb ik ook gelezen. Mooi man. Een piloot die in een woestijn... Is dat Hector Malot? En die komt een kleine prins tegen. Nee, het is alleen op de wereld. Sorry? Hoe heet het schrijver? Saint-Michel Exupéry of zo. Ja, dat durf ik dus niet te zeggen, man. Saint-Michel de Exupéry of zo. Moeilijke naam. Ja, Exupéry. Ja. Maar dat is een hartstikke mooi boek. En het is eigenlijk een beetje een absurd gesprek de hele tijd tussen die piloot en de kleine prins.
waarin de kleine prins, wat dus een kind is, eigenlijk op hele leuke speelse wijze die piloot laat zien dat hij het leven en vooral zichzelf veel te serieus neemt. Dus een makkelijk boekje en waar je altijd veel uit kunt halen. Het lezen. Mooi. Nou ja, mijn ouders hebben heel lang op de school gewerkt. Die heette de kleine prins. Dus ik had er al wel iets... Ja, maar dan ga jij aan Thomas van Haar vragen of hij een boek gaat lezen. Uitgesloten. Dat is natuurlijk wel een beetje... Dat je het een bepaalde hoek in drukt dan. Nou, vraag zeg maar dan. Welke serie heb je aan te raden? Ik heb film. Filmpje. Ik had natuurlijk Mokromafia helemaal afgekeken. Ja. En toen zag ik op Netflix dat de film Rabat daar staat. En dat is met Marwan Kazari. Die zit niet in Mokromafia, maar Nassadin Char en Ahmed Akabi. Die gaan met z'n drieën op reis vanuit Amsterdam naar Rabat. Een beetje een road movie. En hij is super vet. Waren het niet dat het laatste gedeelte waarin ze in Marokko komen... Eigenlijk alleen nog maar Marokkaans gesproken wordt. En Netflix geen ondertiteling erbij heeft gedaan. Dus het eerste gedeelte van de film vond ik echt gruwelijk. Ja. En het tweede gedeelte heb ik vervolgens later nog een keer wel met ondertiteling teruggekeken via een andere weg. Maar was ook mooi. Okay. Dus ik zou Rabat aanraden en kijk hem dus niet via Netflix, maar... Vind hem weg. All right. Ik heb Tussen Vis en Staal gekeken. Er is een documentaire over Telstar. Daar zou ik normaal gesproken niet echt voor gaan zitten. Maar ik zag dat die een paar keer werd aangeraden. En met recht. Want het is echt een mooie documentaire op de NPO. Het gaat over Telstar is een beetje een noodlijdende club. Er is niet heel veel eer aan te behalen. Maar ze zetten dat in. Ze volgen die club in een seizoen. En ze zetten dat echt prachtig neer wat voor betekenis die club ook in die regio heeft. Maar parallel daaraan worden een aantal persoonlijke verhalen en ambities van hoofdrolspelers uitgelicht. Bijvoorbeeld van die beetje flamboyante voorzitter. Pieter de Waard. Maar ook een prachtige rol voor Redouane El Yacoubi van Excelsior. Ik was erg onder indruk van Andries Jonker, de trainer. En die verhalen lopen een beetje zo parallel aan de film en aan het verhaal van Telstar, waar Louis van Gaal ook nog één keer training komt geven. Maar dat is echt, ik vond het echt een mooie documentaire op NPO uitgezonden. Tussen Vis en Staal, als ik me niet vergis. Fokkert had een liedje. Pokkoe van de Fokkert. Ja, we zaten op een eilandje in Mexico, Isla Hobos, echt een fantastisch eiland, een restaurant, en dat was live muziek. Mm-hmm. Die heb ik niet gevraagd naar Bob Dylan, sorry. Maar dat was een familie en dat was een ventje van denk een jaar of 10, die een beetje op een kleine Justin Bieber leek, die ook meezong. En die zong het nummer El Pescador. En dat is nu voor mij wel tot nu toe het nummer van de vakantie. Toto la Mompocina? Sí. Wat betekent het? El Pescador is de visser. Sloeg even zijn stemmetje over op de valring. Dat lekker, dat is de verbinding. Lekker man. Goed, bedankt voor het luisteren. Ja. Laten we nog even zeggen, vanaf nu één keer in de twee weken. Ja, tuurlijk. Oh ja, we moeten nog even aanstippen. Door deze logistieke ingewikkelde weg gaan we eens... proberen om eens in de twee weken de komende tijd op te nemen. Dus volgende week zullen we er hoogstwaarschijnlijk niet zijn. Maar dan ga je eens wat anders luisteren. Maarten, wat zeg je dan? Tabé. Tabé.